cijfers en komen hier uit Parijs. Ritsie, pie, ritsie, pa, ritsie, pom. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsie, pie, ritsie, pa, ritsie, pom. We slijpen de scharen, de messen van de tafel en zo menig meisje onder haar navel. Ritsie, pie, ritsie, pa, ritsie, pom. We slijpen de scharen. Dames en heren, we staan hier bij een loopgroep in Rukven op de Struikhei. En wat zegt u? Oké, goed tegen me corrigeert, want dan pak ik jou gelijk voor de microfoon. Ik draai mezelf even om, Patrick. Ja, ja. Want jij corrigeerde mij als eerste en riep als hardste. Ja, ja. Ben ik ook de initiatiefnemer van deze loopgroep? Nee. Wie is dat dan? Dat zijn al die andere vrouwtjes. Behalve jij? Ja, ik ben er zomaar bij gekomen. Ja? Ja. Maar doe je al wel veel jaren mee? Ja, een jaar of drie. Ja, dus je hebt de eerste prijzen al gewonnen. Want de laatste drie jaar hebben jullie de prijzen gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Dan moet ik u eerlijk vertellen, dames. Ik kan nog eventjes naar de andere kant toe. Het zijn alleen maar dames. Ja? Moederkensballen mogen geen heren bij zijn. Nee, maar ik verstond eerst loopse groep, maar het is een loopgroep, hè? Loopgroep, ja. Oh ja, nee, dat is natuurlijk, dat is logisch natuurlijk dat ik daar mezelf eventjes even gist. Hoe lang zit jij er al bij? Hoe lang? Ja. 8 jaar? Ja, een jaar of 8, denk ik. En je bent pas 16? Nee, wat maar waar. Hoe oud dan? 28. Nou, dat vind ik heel erg knap. Jullie komen allemaal uit Sprundel, Rukven? Ja, Sint-Willebrocht. Sint-Willebrocht, dus wel allemaal uit de gemeente Rukven, ja. Als ik het goed begrijp. Wie verzint nou die creaties? Ja, eigenlijk allemaal een beetje. Ja? Ja, de ene komt dan daarmee, de andere komt daarmee. En dan vormen we toch weer iets leuks elk jaar. Er zit er eentje heel stiekem te lachen, Patrick. En die wip ik ook eventjes naartoe. Die zit hier helemaal naast, met schapenvacht onderheen. Heeft dat iets te maken met het motto van het jaar van Willebrocht? Als het goed is wel. Wat is het motto dan? Het loopt als een fluitje. Het loopt als een fluitje. Ja. Vertel eens iets meer over jullie creatie waar je daaraan aanpast. De ratten vangen van Hamelen. De ratten vangen van Hamelen en het loopt als een fluitje. Even, leg uit. Die ratten die lopen op een fluitje. Die lopen op een fluitje? De ratten vangen van Hamelen. Vertel. De ratten vangen van Hamelen. Die blazen op zijn fluit. En dan volgen al die ratten, die volgen hem. Dan moet ik even één ding vragen, want er staat er. Jij bent de enige met jouw vriendin erachter die te pakken aan heeft. Kom eens even met me mee. Ik zag jou ginnengappen en stiekem tegen jouw vriendin zeggen als je mij maar niet voor de camera nam. Nee, dat is waar. Klopt, ik hoorde het, hè? Nee, van mij. In mijn rechteroor. We gaan eventjes kijken of dat het. En er moet nog een hoed of een pet of een muts. Een masker komt erbij. Een masker. Is daar al iets van te zien van een masker? Is er iemand van die andere dames die al iets... Ja, maar dan moet je... Ja, nee, die zijn... Patrick, dat is misschien wel leuk. Dus zoals we in Prins Week altijd hebben geplakt. Dus gaas, daarover wordt papier gedaan en daaroverheen komt... Stof, deze kant... Stof komt eroverheen, hè? Zoals zelden... Moet ik even kijken of dat er wel een beetje... Er komt nog schuim weer in, denk ik, of zo. Ja. Ga ik erop vooruit? Ja. En er komt nog een staart aan. Nou, die komt wat te kort, hoor. Echt niet. Wacht eventjes. Even de creatie, hè. De creatieve dames. Die komt erbij. En dan de pet erop. Weet je wat ik kan zeggen? Voordat we dadelijk aan de heerlijke bak koffie gaan, dames en heren. Ik wens jullie heel veel succes in de optocht. Nou, en ik hoop dat we het jaar weer verdienen, hè. Zullen we afspreken dat we dan goed zullen zwaaien naar elkaar? Ja, zeker wel. Veel succes, meiden. Dankjewel. Wij zijn de slijpers en komen hier uit Parijs. Ritsie, pie, ritsie, pa, ritsie, pom. En als wij slijpers gaan slijpen, dan is het altijd prijs. Ritsie, pie, ritsie, pa, ritsie, pom. Is eerlijk. Ben ik daar goed in? Ja, perfect. Ik heb ze genoeg geholpen, de meiden. We gaan nou op naar het Prinsenbal. We zijn hier vanavond op het Prinsenbal. En dat alles bij het Trefpunt hier in Rukven in de Raadhuisstraat. Hier is het al berengezellig. Ik heb stiekem nog het raampje binnengekeken, Patrick. Ik weet dat het al een dolle boel is daar. Dus we gaan op naar de zaal waar het eigenlijk allemaal te doen is. Hup, zeker.
Kruijrijk. Corrigeer me als ik het niet helemaal goed zeg. En hier naast mij staat onze grote prins Suus. Klopt, het Kruijrijk, dat is Rukven. Hè? Dat is de carnavalsnaam die Rukven gebruikt wordt. We zijn expres even naar een achterzaaltje gegaan, want er is al lekker druk voor. Ja, absoluut. Ik denk dat er toch zeker een 250 man binnen zit. Ik heb het idee dat het een stuk drukker is dan andere jaren. Dus het animo voor dat prinsenbal is toch weer wat gegroeid. Ik zag mensen net zo applaudisseren. Nou, dan is het druk, hè? Ja, dat is op elkaar. Ja, dat klopt. Even luisteren, want ik heb iets in mijn oren horen fluisteren. Dit de laatste keer is dat jij zoiets mag organiseren. U, moet ik zeggen. Ja, 5 jaar ben ik prins geweest van het Kruijrijk. En dit is inderdaad mijn laatste jaar. Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Ja, ik ben ook. Hoe moet dat nou voor de komende jaren? Ja, ik hoop dat er toch een opvolger komt. Want ik zou het wel heel sneu vinden als ik hier volgend jaar kom. En ja, dan zou ik een nieuwe prins zijn, want dat zou toch een hard gelag zijn. En naast mij staat het manusje van alles. Die weet overal alles van. Hoe moet dat nou volgend jaar, als hij er niet meer is? Nou, we gaan op zoek naar een nieuwe prins. Hè. Als het Kruijrijk zijn, dan gaan we op zoek naar een nieuwe prins. Ja. Je hebt Bobby Prins, Choco Prins, ja. Winkeler Prins. Maar we hebben wel misschien iets in ons achterhoofd zitten. Maar daar ga volgens mij weet ik er al iets meer van. Daar ga ik niet verder op in. Nog 3 weken voor de carnaval. En ik weet zeker dat jullie er een geweldige carnaval van gaan maken, hier in Rukven. Absoluut. Ik denk, het begint nu. Het is eigenlijk een opwarmavond. En de komende 2-3 weken, ja, dan is het ieder weekend, is het gewoon 2-3 avonden bal. En je weet met carnaval, ja, dan moet je gewoon zorgen dat je in mijn geval 7 dagen vrij bent. Want dan begint het woensdagavond met het moedekensbal en dat gaat door tot dinsdagavond met het verbranden van de kraai. Mag ik één ding zeggen, als er iemand de promotor is geweest voor de carnaval, ben ik uit. Heel veel succes voor deze carnaval. Dank je. Ik vind het een beetje raar, want dan zit ik hier naar te kijken. Dan denk ik dat de klanten binnen zijn die minderjarig zijn. Zo'n klein ukkeltje. Ben jij minderjarig? Jij is een beetje minderjarig. Maar dan ging ik net naar de kastelein toe. Die zei tegen mij, je bent pas minderjarig als je op 29 februari jarig bent. Grasduinersdorp, onze grote prins van de zeggen. Wat is er met jou gebeurd? Doe ik voetbaltraining geven aan van die jongetjes van 9 jaar. En ik wou iets voordoen wat ik denk, dat kunnen die mannen wel, maar ik kon het zelf niet. Ja, vorig jaar zei ik eigenlijk klopt met krukken, maar toen wees ik naar de Raad van 11. Ja, precies. Dus ik heb nu 11 en 2, 13 krukken bij. Lukt dat nog wel? Doe ik 3 weken voor de carnaval? Jawel, ik denk dat tegen de carnaval de krukken gewoon aan de kant gaan en dan zien we na de carnaval wel verder. Beloof jij mij om vanavond niet te hossen dat je zeker weet dat je met carnaval weer beter bent? Als jij niet gaat zingen, ga ik niet hossen. Oké, okay, goed zo, dankjewel. Ja, alstublieft. En schijf nog 3 weken voor de carnaval. Ja, dat wordt een hartstikke leuk feest. Dat wordt hartstikke mooi. En vanavond gaan we voor de winst. In ieder geval niet zoveel sneeuw als vorig jaar. Nee, gelukkig niet. Dat kunnen we niet gebruiken. Dus de looptocht kan veilig rijden? Als het oud kerkpad weer dicht gestraat is wel. Wens ik jou heel veel succes en heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Okay. Weet u misschien wat de prins is van Sint-Willem? Volgens mij hier ook. Och, ik heb jou helemaal niet zien staan. Goedenavond, grote vriend. Goedenavond. Lekkere prinsenbal, je bent er weer bij. Ja, zeker weten. Altijd, maar, hè? Mag ik even op attenderen? Nog maar een paar weken voor de carnaval. Gelukkig wel. Ben je er klaar voor? Echt wel, altijd. En minder sneeuw als vorig jaar. Het is wel te hopen, hoor. Zo. Voor mij mag het lekker goed weer worden en ik heb altijd zin in. Het feest mag losbarsten. Laat me komen. Ik denk dat jullie weer een vol programma hebben. Altijd. Maar vanavond eventjes het verstand op nul. Even lekker feest vieren met alle prinsen van de gemeente. Daarom. Oké, succes. Dankjewel. Moet ik omhoog komen? Als jij de prins bent wel. Nee, ik ben geen prins. Nee, maar je wil wel net doen alsof je prins bent. Nee. Wil jij niet even voelen hoe dat er is om zo'n spel? Dat wel. Ja? Ja, dat wel. Ja. Dan doen we net alsof jij prins kan worden. In Rukven zijn ze op zoek naar de prins, dus daar kan je dan voor solliciteren als het lukt. Ja, is goed. Ik doe gelijk mee. Jij mag proberen of dat je prins wil spelen, dus jij gaat hem sturen. Moet ik jou sturen? Ja. Dat is wel leuk. Zeker? Ja, vind ik zeker. Hij gaat je attributen halen wat net de prinsen gedaan hebben en jij gaat het zo, aanwijzingen geven. Zeker. Ja, ik heb net een nieuwe verzekering afgesloten. Mijn vrouw beurt 1 miljoen als ik doodga. Oké, nou. Dan mag jij je eigen bij die andere mevrouw met haar jurkje gaan vervoegen. Krijg jij een blinddoek. Op de barkrukken komen attributen te staan. En die ga jij blindelings op haar aanwijzingen ophalen en hier op het toneel afleveren. Wie helpt mij dan? Wie helpt mij dan? Beetje draaien. Ja? Stap je naar voren. Wie helpt mij? Stap je naar achteren. Achteren. Ja. Achteren. Ja.
Kom maar gaan. Luister niet naar de gemene mensen. Kant hij al af? Ja, ik hoor jou. Nee, zien doe ik jou niet. Twee. Zien doe ik jou niet. Oh, ja. Hecht wat? Hallo? Wat zeg je? Bukken? Bukken? Oezo's. Recht vooruit. Ja, en dan rechts vooruit. Heel lang. Ja, ja, ja. Beetje rechtsdraaien. Rechtsdraaien. Beetje naar links. En dan moet je voelen. Oh. Dan laat me vallen. Ja. Kom maar naar voren. Weer een beetje. Rechts. Rechts. Zak het. Ik kan wel voelen, maar dan wil ik. Ik wil wel liever. Ik voel mezelf net als in een darkroom. Niet dat ik ooit in een darkroom ben geweest. Hoe wil jij dat dan? Nee, niet dat ik ooit. Het is een man! Het is een man! Je hebt het niet gehaald! We hebben het niet. That's the story of my life. Ik wil graag op. Het was een dolle boel, want ze weten nu wel te feesten en ze weten carnaval te vieren hier in Rukven. Dit was het Prinsenbal. We gaan weer op naar het volgende bal. Overal waar het gezellig is, komen wij met de tv-krant aan. Jap, zal hier dan rond. Kraaienmauwers toernooi en dan alweer in het jaar 2011. Het is hartstikke druk hier bij broer en zus in Rukven. Dus we gaan gelijk naar binnen om te kijken. Is druk, is er veel volk? Ik dacht van wel, hè. Dat moet ik er precies bijhouden als het goed is. Nou, dat weet ik straks pas. Oh, jij telt pas dan aan, maak jij de balans op. Ja. En dan veel mensen horen lachen, denk ik. Jawel. Jawel, het is, ja? Het is goed. We gaan gelijk naar binnen. Paraplu. Ja, de meeste mensen die kennen hem niet, want je bent hem al inmiddels weer uitgekleed. Zet mijn haar goed? Ja, het zit perfect. Moet ik eventjes zeggen, deze toevallig niet. Goed zo. Maar die is bij deze goed gekregen. Okay. Toontje Paraplu, hè? Ja. En jouw echte naam is? Tom Krul. Kijk, dat is altijd fijn voor de mensen van de tv-krant dat ze dat weten natuurlijk. Hoe ging het vanavond? Nou, fantastisch. Ja? Ik heb het een beetje over het show de boelen gehad en als ik het daar over hem, dan is het... Ook even mee. Ja, maar jouw sterkste punt is wat ik gehoord heb, want je bent een echte mens uit Rukven, dat je het altijd over de dorpse mensen hebt. Ja. Altijd over de beetje politiek en de bekende Rukvenders.